Nou, Yoshi, we zitten hier in een artistiek kroegje. Ja, ik vind het het leukste kroegje van Sombor, qua sfeer. Het is hier niet somber. Het is hier niet somber. Nee. Inderdaad. Het is een artistiek dingetje. Heb je allemaal een beetje van die, ja, ik kan het niet uitleggen. In Nederland zie je het zo niet. Kijk, hebben ze hier ook hipsters? Boutiekjes, zeg maar. Ja, hier zitten ze toch aan dit tafel. De baardmannen. Ja. Knotje. Ja. Ja. Nee, hoe vond je het vandaag? Nou ja, ik vond het een leuke dag. We hebben het gewoon voor elkaar gekregen en we hebben alles geregeld en we hebben Liebeland gezien. En, wel vermoeiend natuurlijk. Op die rivier is het altijd heel erg winderig en dat ga je echt nog wel merken. Kun je zelf vanavond goed slapen, of in ieder geval ik wel. En ja, al met al, ik denk dat we een leuke week zo hebben gemaakt, toch? Ja. Nou, jullie hebben lekker je dingetje gedaan met een fietstocht en nou weer een boottochtje, dus... Ja. Ik denk dat het geslaagd is. Dus doe nog even een oproep aan alle luisteraars van Vrijheid Radio. Wat voor oproep moet ik doen? Nou, een leuke vakantiebestemming. Ja. Kom naar Servië. Een oproep om hier naartoe te komen en het libertarische gedachtegoed uit te breiden, uit te bouwen op een tastbare manier. En lekker te genieten van alles wat er hier het leven je hier te bieden heeft. Dus ik denk dat je, hier leuk op je plek zit. Als je de ruimte hebt om wat geks te gaan doen, dan ben je van harte welkom, laten we het zo zeggen. Ja. Cool.